Mama. We hebben het al een paar stem-tv's geleden over gehad. Ja, over jouw politieke partij, Splinter. Ja. Ik heb wel eens aan hem gedacht. Ja, natuurlijk. Ja? Ja. En niet gedacht, wat doet die jongen aan? Nee. Maar hij is van harte welkom om zich aan te sluiten. Officieel. Dat zou ik hartstikke leuk vinden. Er zijn weinig standpunten in ons programma die niet bij hem zouden passen, denk ik. Dus, nee. We zijn een liberale sociale partij. Ja, Splinter. Daar ga je dan. Nou, verkocht bij deze. Is het nog een idee om dan nu een soort een hele korte pitch te doen waarom mensen absoluut op Splinter moeten stemmen? Het is scherp, onafhankelijk, het herstelt de rechtsstaat, doorbijten. Doorbijten. Doorpakken, doorbijten, ja, dus gaan alles maar door. Ja. Splinter bijt door is het eigenlijk. Dus. Ja, eigenlijk wel. Nou, leuk filmpje om te beginnen. Leuk dat jullie even ons gekoppeld hebben, een soort van first date. Word je er wel eens op aangesproken ook? Nou ja, op Twitter. Op Twitter. Op Twitter. Maar en zij dus ook. Ja, echt waar? Ja. Oh, dat vind ik voor haar. Ik hoop dat het voor haar ook leuk is. Maar ik krijg dus heel vaak inderdaad een mention van, soms ook van, oh, leuk, ga ik op je stemmen. En dan moet ik zeg wel ook tegen mensen nu vaak wel van, nou, anders komen ze bedrogen uit. Ik heb er eigenlijk niks mee te maken. Zeg je dat dus toch maar wel, ja. Zeg ik dat toch maar wel. Maar het is wel, ik vind het wel, het is alleen een beetje onhandig, want het lijkt heel erg op elkaar. Dank.